Hey mensen, in deze video gaan we kijken naar een aantal dingen die nieuw zijn in Android 7.1.1. Ik draai de beta van Android 7.1.1, dus ik zal jullie heel snel wat dingen laten zien. Ten eerste vinden we hier een knopje voor rotatielock, en die was er vroeger niet. En als we dan doorgaan naar de instellingen, dan zien we dat we een compleet tweede nieuw scherm hebben genaamd ondersteuning. Hier zul je in de toekomst kunnen chatten met de Google Service en je zal een telefoongesprek aan kunnen vragen. En dat is eigenlijk wel heel vet, want momenteel is Google niet echt bereikbaar. En dat vind ik persoonlijk wel weer jammer. Verder hebben we ook nog een nieuw kopje in de instellingen. En dat nieuwe kopje dat heet namelijk bewegingen. Hier vinden we een dingetje waarmee je direct naar de camera gaat. Wanneer je twee keer op de aan- en uitknop drukt. En dit werkt vanuit elk scherm. Je kan wisselen tussen de camera's door de telefoon te schudden. Net als op Motorola telefoons. En je kan je telefoon ook oppakken om te checken. Maar dat werkt niet bij mij. Dus hoe zit het nou met dat schudden? Oké, dat ga ik jullie nu laten zien. Nu hebben we dus de achtercamera. En als ik schud, gaan we over naar de voorcamera en dan zie je mij praten. En als ik dan weer schud, dan gaan we weer over naar de achtercamera. Als we dan door gaan kijken naar apps, dan zien we eigenlijk dat we iets hebben wat een beetje lijkt op Apple's 3D Touch. Je kan namelijk een app pakken, je kan hem ingedrukt houden en dan kun je kiezen voor een herinnering of het maken van een nieuwe afspraak. Je ziet bijvoorbeeld hier dat er staat NWE afspraak, wat nieuw past niet. Maar oké, dit is een beta, dus daar kan ik mee leven. En dit werkt eigenlijk bij heel veel van Google's eigen apps en in de toekomst zal dit werken bij veel meer apps. Dus je kan kiezen screensaver, alarm, timer of de stopwatch starten. En dat is allemaal fijn. Dus we zitten nu weer in de instellingen. En als we dan gaan naar opslag. En dan gaan we naar opslagruimte beheren. Dan vinden we hier een knopje slimme opslag. En wat het eigenlijk doet is dat wanneer je online bent, dan worden je foto's gebackupt in Google Foto's. En vervolgens worden je foto's verwijderd. En dat is eigenlijk wel heel erg fijn. Dus dan staan je foto's in de cloud en niet meer op je apparaatgeheugen. Waardoor je extra ruimte vrij hebt. En dat is wel fijn. Dus dan gaan we verder kijken en dan hebben we nog één ding wat ik miste en dat is eigenlijk de nachtmode of de reader mode. Waardoor je hele schermtemperatuur een beetje naar geel gebalanceerd wordt. Waardoor je eigenlijk meer melatonine aanmaakt en waardoor je beter zou moeten kunnen slapen. Meer informatie daarom vind je in het i'tje in de rechthoek van je scherm. Het is wel een heel erg oude video, maar hij is zeker het kijken waard. En dan hebben we nu nog één ding. Dat is namelijk de herstartfunctie onder afsluiten. Naast uitschakelen hebben we daarnaast namelijk ook nog opnieuw opstarten. Heel veel andere bedrijven die stoppen dit al in Android, maar Google zelf had dit nog nooit gedaan, maar nu komt het erin. Dat was het voor deze video mensen, dit is een nogal snelle video. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden en jullie moeten zeker laten weten wat jullie vinden van dit soort snelle video's. Ik zie jullie graag terug in de volgende.